Welkom dames en heren, dit is niet zomaar een normale survival serie, dit is een hele aparte serie en ik zal je uitleggen waarom. Dit is mijn huisje, tada! En het is de bedoeling dat ik mijn eigen wereld maak in Minecraft door middel van taakverdelingen. Kijk hier, wat moet ik nog doen lijstje, de taken? We gaan vandaag een hut afmaken, de club bijwerken en stenen hout verzamelen. Alles is mogelijk. In de wereld van de Beanstalk. Oké, en hier, dit is mijn keukentje. Waarin allerlei lekkernijtjes staan in deze kist. Kijk eens even, heb ik een trekkende stukje taart? Nee, helemaal niet. Oh, en hier is de boekenplank met een kistje. En in die kist verzamel ik allerlei leuke verzamelitems eigenlijk. Oh, wat, jongens, wat hoor ik daar? Oh, natuurlijk, het is Clarabel. Mijn lieve schat, mijn lieve koe. Die ik net zo behandel als ieder huisdier. Hallo, Clarabel. Hoe gaat het met je? Ja, negeer me maar. Ze is nog een beetje boos van vorige keer. Ik weet het, Clarabel, maar het komt allemaal goed. Ik ga je gewoon goed verzorgen. Ik weet het zeker. Er is namelijk een hele leuke tip gekomen. Ja, er is een tip gekomen. Nu luister je wel. Er is een tip gekomen. Via de e-mail. Ah, oké. Okay. Nou, ik kom zo naar je toe, ja, Clarabel? En ja, oké. Okay, dit is nog steeds mijn kapotte televisie. Nog steeds met een vreselijke zender. Storing, ik weet het niet. Nou goed, we gaan even naar buiten. Nee, ja, nou hier is dan de tuin, hè. Hier, dit is de hut waar we vorige aan gewerkt hebben. En hier kunnen we ook allemaal items in verzamelen. Hier is al wat hout en wat stone gaan we erin verzamelen. En dit is trouwens het varkentje die ik heb gevangen ook. Maar ik heb nog geen naam voor haar of het of de of us in een dat. En we gaan eens kijken naar onze eerste taak, de hut afmaken. Misschien is dat logischer als we eerst steen en hout verzamelen. En de club bijwerken. Natuurlijk hebben wij iemand voor bij de club. Laten we daarmee beginnen. We gaan even naar de grote speciale mensenclub. Dat is hier. Kijk eens, de speciale mensenclub. Jullie hebben weer massaal mailtjes gestuurd. En ik had zoiets van, jongens, wat doen jullie me aan? Het is zo moeilijk om een keuze te maken. Dus, nou ja, stuur jouw mooie super idee of foto of artwork of mail. En vandaag hebben we iemand gekozen en dat is Jeff. En Jeff de Bok heeft eigenlijk wat geschreven. En dat gaan we nu voorlezen. Hey Vincent. Eerst en vooral wil ik zeggen dat de serie er echt prachtig uitziet. En het idee om je kijkers erbij te betrekken is nog genialer. Dus hierbij mijn idee en om jouw wereld wat beter te maken. En natuurlijk ook om een plekje te maken in de speciale mensenclub. Aangezien de winter dichterbij komt en je een gigantische massagraffan bent, had ik het idee om een knusse gezellige kabouterhut met een plopthema te maken, inclusief melkfabriekje en open haard. Ook zou dit de perfecte gelegenheid zijn om Clarabel een vaste plek te geven in de melkfabriek. Dit was dus mijn voorstel en idee. Ik hoop dat je het probeert om het werkelijkheid te maken. Doe zo voort, Vincent, en geef vooral nooit op. Jouw video's maken mijn dag echt stukken beter. Ik ben alvast een zeer grote fan van de serie. Super leuk om te horen, Jeff. En ik heb hier een bordje klaarstaan. Jij krijgt zeker een verdiend plekje. En wij gaan eens even kijken, wat gaan we doen? Massagraf fan, want dat zei jij. Massagraf fan in... Wat zullen we eens doen? Massagraf fan... Koeverzorger, kabouterplop, fan. Kan dat erop? Nee, kabouterplop. En dan noemen we vriend Jeff. Zo, huppakee. Kijk eens, en jij hebt de tweede plek gekregen in onze vriendenclub. De eerste was natuurlijk van vriend Sepp, hè. En nu hebben we Jeff. Sepp en Jeff. Gewoon allebei drie kleine letters. Want als je bijvoorbeeld Jozabet, ik weet niet wie zo heet, maar dat zou dus nooit oppassen, hè? Vriend Jozabet. Of Jozabet. Is dat een naam? Ik weet het niet. Jozabet. Waar komt die naam? Jozabet! Eten! We gaan eens even wat doen. We gaan eens even wat interactie doen met de stenen en het hout. Want wij hebben namelijk de stenen en hout verzamelen. Hiervoor ga ik mijn prachtige... Maar heb ik geen... Ik heb helemaal... Jongens, ik heb helemaal geen zooi meer. Ik moet dingen gaan maken. Ik moet sticks gaan maken. Ik moet van alles gaan maken nu. Oh, laten we dat gelijk doen. Ik heb trouwens iron ores van vorige keer. Die moet ik gelijk even... Huppakee. We kunnen ook gelijk een pad even afwerken. Ook al staat het niet op het takenlijstje. Ik doe het gewoon stiekem, toch? Zo. En die stenen we vorige keer hebben die in de oven gedaan. Want we gaan hier een pad maken. En dat gaan we even helemaal door laten gaan. Zo. Huppakee. En één stukje steen bewaar ik nog even voor de volgende keer. Ja, ik ben netjes. Ik gooi het gewoon even in de kist. Hebben wij een speciale kist hiervoor? Hebben we geen speciale kist voor? Ik gooi het gewoon hier erin. Oké, dan gaan we gewoon onthouden, hè, dat we het daarin hebben gegooid. Cobblestone. Heb ik cobblestone ergens?
Ik denk het niet. Ik heb een cobblestone nodig. Ik kan hier even inkijken. Heb ik helemaal geen cobblestone? Dan heb ik serieus alle cobblestone opgemaakt om steen te pakken, Clarabel. Sorry, excuus, Clarabel. Spijt me. Ik heb alle cobblestone opgemaakt. En nu moet ik zelf dus gaan hakken met mijn handen, met mijn blote handen. Dit gaat uren duren. En ik heb eigenlijk gewoon 3 stukjes nodig. Dat is het enige. Ik kan het niet eens... Oh, verdomme dit. Clarabel, had me eerder gezegd. Dan had ik er namelijk een huppakee. Stoute koe. Ik heb cobblestone nodig. Waar kunnen we cobblestone... Heb ik serieus geen cobblestone hier in de verzamelkist? Ook niet. Wat is dit? Ik heb wel kool gehaald. Kunnen we dat hier ergens in doen? Ja, ik dump het gewoon hierin. En hebben wij nog... Nee, we hebben alleen Iron Ignats. Van Iron Ignats kan ik natuurlijk ook de ene of andere dingetjes halen. Ik snap hem. Helemaal niet moeilijk doen. Jullie zeiden al, Vincent, je kan gewoon via de Iron Ignats ook iets maken. We gaan gewoon kijken, een Iron Pickaxe maken. En dat doen we gewoon op die manier. We hebben er 2 gemaakt. 1. Ik wil er nog 1 maken. Kan dat even? Stiekem pak ik het gewoon. Huppakee. En 2 sticks. Huppakee. Zo. Nou, en de rest van de irons, die pak ik later op. De rest stop ik hierheen in voor de veiligheid. En we gaan... Wat doet die kist eigenlijk hier? Er is helemaal niks in. Ach. Het wordt donker. Laat maar. Ik ga weer terug. We gaan weer slapen. En de volgende dag is het wel weer beter. Hè? Ah. Wat een mooie dag en wat een prachtig uitzicht. Ik moet die berg maar helemaal een keer gaan slopen. Een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan dus even cobblestone verzamelen in de mijn die achter ons huis ligt. Nog steeds een heel vervelend pad. We hebben niet eens echt een pad of zo. Zou ik dan binnenkort even moeten aanleggen? Ik heb ook helemaal geen toortjes bij me. Heel vervelend. Mijn excuus. Maar met die iron pickaxe kan ik wel heel snel eventjes graven hier. En ik pak gewoon even wat... Cobblestone, dit gaat heel snel, mensen. Ik ben blij dat ik net die iron had gevonden. Misschien... Oh, er zit misschien nog meer iron hier. Dat had ik nog helemaal niet gekeken. Ja, kijk eens over iron. Oh, ik heb voorlopig heb ik de pickaxe al in voorraad. Natuurlijk houdt het op, zie ik al. Helaas. Maar ja, je kan niet voor eeuwig... Oh, kijk eens over iron, jongens. Heb ik een schat gevonden hier? Dit is zeker een schat waard, dit. Wauw, hier houdt het helaas op. Ik had gehoopt dat het verder doorging. Maar we hebben nu al in ieder geval, we genieten al van, zo, kijk eens hoeveel. Ik mag echt niet klagen hoor. Moet je kijken, we hebben gewoon bijna 20 blokken. Nog meer dan 22 blokken. Ik ga net gewoon verder graven. En kijk die kool dan, mensen. We hebben geluk dat we hier gewoon echt zitten. Dat ik hier ben begonnen met graven. Heerlijk. Serieus, als ik diamond vind, dan kan ik gewoon een hele farm beginnen. Jeetje, kijk hoeveel jongens. Ongelooflijk. En dit gaat natuurlijk wel even lang duren, want we zijn niet in creative mode, waardoor we dus wat langer over doen over dingetjes. We moeten gaan slapen, we moeten denken aan eten, maar eten hebben op voorraad, daarom zei ik. Het is niet een normale survival wereld wat ik ben begonnen. Het is eigenlijk gewoon iets van, mensen klagen al van, ja Vincent, jij kan niet survivalen. Dat klopt! Ik kan het niet ontkennen! Ik geef het toe. Ik ben een wrak in survivalen. Ik kan het wel. Maar ik zou het liever met z'n tweeën doen, weet je? Dat je gewoon taakverdeling hebt. Ik ga dit pakken, jij gaat dat pakken. We maken een huisje, we zitten veilig, we slapen en we slapen weer niet. En dat is de wereld. En deze staat toevallig nu in de singleplayer map. Dus er is helemaal geen mogelijkheid dat iemand mij kan helpen. Dus ik ben nu helemaal alleen. En stel je voor dat er 3 mensen kwamen. Of 4 of 5 of 6. Dan wordt die voorraad van eten wordt minder. En niemand zal koken. Het zal allemaal op mijn nek vallen dadelijk. Nou, goed, laten we daar niet over nadenken, want dat is misschien toch te erg. Maar we hebben in ieder geval weer heel veel kool hier, dus we kunnen in ieder geval die ovens lekker laten braden. Lekker kippetjes laten braden, mochten we steen ook moeten verbranden natuurlijk. Of we moeten cobblestone veranderen in steen. Dan kan dat heel makkelijk hier via al die kobbel, of al die kool hier die we eruit kunnen graven hier zo. Working in a coal mine, going down, down. Huppakee, we hebben genoeg gezooi en ik mis eigenlijk echt een deur in. Om naar achteren te gaan. Ik mis hier gewoon een keer de deur in. En die achter staan natuurlijk mijn overtjes. Dus daar kan ik niks in schoppen of kapot maken. Maar wat ik wel kan doen, is dat ik hier gewoon een deur in ga maken. En dat ga ik gewoon doen. Ik heb zoiets van, ja, YOLO. Hè? Maak gewoon een deur hierin. En dan komt helemaal goed. Hè? Oké, laat mij een deur maken. Laat mij een prachtige deur maken van dit hout. Kijk eens, we hebben een birchwood deur. Dus niet zomaar een normale deur. Nee, een birchwood deur. Huppakee. Dat is een leuk achtertuindeurtje. Ik vind hem hartstikke leuk. We hebben 3 deuren. De rest verzamel ik in mijn verzamelitems. Ik moet dat goed gaan verdelen. Zo.
Dan ga ik eens kijken, wat hebben wij? We hebben 5 iron stacks en de voorde plaats heb ik een 54. Ik heb dan wat kool gevonden en hier vinden wij wat cobblestone, die pleur ik erin. Laat ik erin neerleggen, sorry, excuus voor mijn taalgebruik. En de iron leggen we hier in de kist waarop wij komen op 8 iron. Nou, dat is op zich wel een redelijk getal. Wat hebben we nog meer? We zouden hout gaan verzamelen, maar dat kan nooit zonder stone pickaxe. Dus ik leg mijn irons neer en we gaan dus even wat stone verzamelen. Even kijken. De stone kunnen we trouwens gebruiken voor... Ik moet natuurlijk niet... En ook wat cobblestone bevangen. Nee, ik ga... Nee, zal ik het zo... Ja, ik weet niet. Nee, oké, ik... Wacht. Ik pak de helft en daar ook weer de helft van. En dan is dat dit. En dan pak ik hier dus... Ja, wacht nou, schatjes. Clarabel, ik ga wat maken voor je. Maar dan moet je wel eventjes rustig zijn. En ik kan... Ja, ik ga gewoon mijn best doen, Clarabel. Maar dan moeten we sowieso wat hout doen. Dus wat ik nu ga doen, is met mijn stone axe eventjes wat bomen hakken. Oké, ik zal deze boom omhakken. Dan heeft ze iets meer uitzicht over het veld. Want jullie weten inmiddels wel welk gebied ik in zit. Jullie hebben zeker weten de vorige aflevering gekeken, zodat jullie weten welk gebied bevind ik mijzelf in. En dat is namelijk in een hele grote aparte omgeving, hopelijk veilig. Ik heb al wat zombies tegengekomen, wat kleine zombies, wat grote zombies, wat rare creepers om het zo te noemen, die ontploffen als je te dichtbij komt. Oftewel gevaarlijke skeletjes ook. Het is gewoon een chaos. En als ik even hier naar boven mag gaan, dan kunnen jullie het eiland zien waar ik mezelf in bevind. Ik klim altijd even naar boven. Gaat het hier of niet? Gaat het niet of gaat het wel? We weten niet, maar we vinden het wel snel. Huppakee, we plaatsen even wat dirt, waardoor ik naar boven kan klimmen. En dan zien jullie welk gebied ik zit. Moet je kijken, jongens. Kan ik nog hoger komen, dan moet ik nog verder naar achter lopen. Maar dit is het gebied waar we onszelf bevinden. Het wordt gelukkig beschermd. Oh, kijk, cobblestone weer. Daar in de verte. Zie je het, cobblestone? En meer koeien. Hallo, schatjes. Hallo, kom je gewoon helemaal naar boven voor mij? Ja, jullie weten natuurlijk, ik ruik natuurlijk naar Clarabel, dus jullie ruiken natuurlijk familie en zo. Oh, maar... Ik moet je lokken. Ik moet je lokken. Wat eten jullie? Graan, hè? Eten jullie graan? Of zaad? Ik weet het niet. Ik ga het gewoon pakken. Eten jullie... Wacht. Moment. Blijf staan. Ik ga je lokken. Ik heb zaad. Kijk eens. Nee, geen zaad. Wat vreet je? Dit? Een boompje? Nee. Vlees eet je ook niet? Ik weet niet wat je eet! Hoe kan ik je lokken? Ik heb helemaal niks. Nou, laat me gewoon staan, Clarabel. Ik wil echt geen concurrentie voor Clarabel. Ik kan het niet aandoen om... Misschien later kunnen we wel uitbreiden in ieder geval. Maar ik kan niet nu zeggen van we gaan nog iemand erbij nemen. Vind je niet? Nee. Ik vind die hut echt lelijk. Maar dat komt zeker nog wel... Dat gaat zeker nog verandering komen in de toekomst. Absoluut. Ik vind het wel een gezellig hutje. Misschien kunnen we wel van die hut wel iets maken wat we uitbreiden. Ja. La la la. Ik ga hout verzamelen, mensen. Dat doen we even met dit. Shit! Ja, mijn stone axe is kapot, mensen. Ik kan niks aan doen, maar ik heb bijna wel een hele stack met oakwood, hè. Kijk eens, ik heb gewoon bijna een hele stack. Ik ga die gewoon... Ik ga wel wat bewaren, dus ik ga niet alles opmaken in hout. Maar we hebben in ieder geval wel redelijk wat hout om iets te bouwen. Want ik vind toch wel... Ja, het mag wel dippen ook... Ja. Ik weet niet. Ik ga iets vets maken. Met stone en die pilaren gaan we iets gaan maken hier. Van die twee dingen, ja? Ik vind het goed. En we hebben heel veel iron ook. Hebben we genoeg stone? We hebben genoeg stone. Ja, daar kunnen we wel wat van maken. Misschien kunnen we nog wat cobblestone gewoon erin verweven en zo. En dan hebben we van elk dingetje hebben wat. De birchwood gooi ik trouwens hierin. En we hebben ook een nieuwe stone axe nodig. Dus voordat we die wil ik eerst gaan maken. Dus ik pak even het iron. En dat gooien we hierin. We moeten eerst een stick maken. Dus we pakken eerst... We maken gewoon heel veel sticks ervan. Huppakee. En we gaan dus even naar buiten. De kust is veilig, hoop ik. Ik heb niks gezien. Nee, mooi zo. We gaan eens kijken. Wat kunnen we hier gaan bouwen? Ik vind dat we hier een pilaar moeten zetten. Maar er moet eerst dirt komen. Want we moeten eerst een vlakte maken. Dus ik ga dus even zo opvullen met dirt. Zo. We hebben niet zoveel dirt, hè? Waarom heb ik niet zoveel dirt? Ik snap hier niks van. Zo. Clarabel, rustig aan. Ik ben bezig. Je ziet dat ik bezig ben. Ga ze aan de kant, Clarabel. Ik kan zo niks plaatsen. Ik kan toch niks plaatsen, Clarabel? Je wilt dat ik een schuur maak? Ja, je wilt dat ik een schuur maak. Dan moet je opzij, anders kan ik niet bouwen. Hup, kom eens mee. Kom eens hierheen. Hup. Eten. Nee, ik heb geen eten, maar kom gewoon hierheen. Wat vertel ik, Clarabel? Laat me niet boos worden op je. Laat me... Oké, nu wordt het nacht. Zie je dat ik gewoon de hele dag bezig ben met jou? Clarabel, luister volgende keer. Irritant, zeg. Nou, we gaan naar binnen en we gaan maar slapen. Voordat het nacht wordt en de hel breekt los.
Zo, kunnen we al slapen? Kunnen we nog niet eens slapen? Even wachten, ja, daar gaan we. Oh, vreselijk dit. Een volgende dag. Het is een volgende dag. En ik moet eten. Taart, 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 taart. Of gaan we gezond doen? Gaan we gezond doen? Nee, ik neem een stuk taart. Nam, 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 nam. Ik heb 3 stukken taart genomen. Ongelooflijk. Wat een zoete kous ben ik. Ga open. Goed zo. Klaar wel. Echt waar, je moet daar niet. Echt waar. Ik moet hier wat plaatsen. Ja, ik moet het doen. Oké, let op, hè. Ja, 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 ja. Hé, hé. Ja, sorry, het moet klaar wel. En die varken ook. Dat varken, rot nou. Ga ze... Ik moet lief zijn tegen, ik weet het. Oké, ik hoop dat dat beest niet weg... Weg! Goed zo. Nou, dit is wat ik moest doen, ja. Dit is wat ik moest doen, ja. Mag ook helemaal niks. Hoe hoog gaan we het maken? Hoe hoog gaan wij dit maken, mensen? Maar we gaan dus een binnenplaats maken voor Clarabelle in ieder geval. Dat in ieder geval dat die binnenin kan staan. Dat is veel fijner voor dat beest. Dus we gaan dit slopen. En dan heel snel eventjes wat hout plaatsen. En we ontsnappen dat varken. Waarom ben je zo varken? Waarom ben je bent zo? Ik heb je dan niet anders gekend zo. En hier plaatsen we ook wat oakwood. 3 pilaatjes omhoog. Heppakee. En dan hebben jullie een mooi uitzicht van buiten, want hier kunnen ze niet uit ontsnappen. We hebben ook geen deurtje. En dan maken we dit, gaan we kapot maken. Zo. Let op. En dan plaatsen wij hier... Oh, een zombie! Een zombie! Oeh, ik kom bij jullie staan, jongens. Meiden, sorry. Ja. Ja. En nu? En nu? Hè? Ja. Zo. Geen vrees. Geen vrees, we zitten hier veilig. En kijk, ik heb ook vlees gedropt. En dat is geen vlees voor jullie. Jullie hebben veel beter vlees. Maar ik mag jullie niet doden, want ik heb genoeg vlees. En ik hoop dat jullie niet moeten doden. Want ja, ik moet niet omkomen van de honger. Maar jullie staan sowieso op nummer 1. Nou, jij dan iets minder. Oh, dat is zo zielig. Ik ga hier hout voor gebruiken. En misschien kunnen we een beetje sters gaan maken. Omdat we een sters nog niet hebben gebruikt. En sters hoor je eigenlijk wel te gebruiken, vind ik. Dus we gaan eens even naar de crafting table. En we gaan nu even kijken wat we kunnen brengen uit dit en uit dit en uit dit. Zo. Kunnen we hier wat van maken? Ik vrees van wel. Huppakee, we hebben genoeg wat sters en de rest, dat neem ik mee. 60 sters plankjes. En dan moet ik eigenlijk nog even eentje slopen, want ik moet dadelijk erboven komen. Nee. Weg, heb ik mijn zwaard, waar heb ik mijn zwaard, alsjeblieft. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Ik maak je dood, vieze creeper. Ja, je gaat niet dood, je gaat niet dood. Yes, hoppakee. Dat heb je ervan, hè. Dat heb je ervan, ik hoor weer een beest. Ik ben hier niet veilig, ik moet heel snel handelen nu. Plaats, 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 plaats. Waar zit je, waar zit je, waar zit je? Oh. Ik zit hier niet veilig, dames en heren. Ja, ik hoor dat beest dichterbij komen, ja. Kom springen. Oh, dat staat dicht daar. Het gaat goed, het gaat goed. Ja, kijk, ik ben boven. Goed zo, niks aan de hand. Maak je niet druk. Dat weten jullie toch, ik gilt er wel eens meer. Dit ging trouwens niet goed. Dus deze moet ik even afbreken. Zo. En dan plaats ik hier nog eentje, daar nog eentje, daar nog eentje. Hoppakee. Ik heb slabs nodig, ik weet het. Ik ga hierboven slabs opmaken. Dus ik ga nog even terug. La 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 la, hebben wij genoeg slabs? Ik hoop het van wel. 42 slabs. Nou, daar kunnen we wel het plafond mee dekken. Dat denk ik. Ja, ja, jullie krijgen zo je dingetje. Jullie krijgen zo je dingetje. Kijk eens, Clarabelle. Jullie hebben nu een plekje voor jezelf hier. Ja, en ik weet, er staat een creeper, maar die komt helemaal niet in de buurt. Niet afgaan, niet afgaan. Oh, dat beest mag niet afgaan. Niet hier bij mijn spullen, want dan moet ik alles repareren. En dat gaat heel veel tijd kosten. Ik ga gewoon weg. Zo. Ah. Nou mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. We hebben in ieder geval een klein hutje of een klein melkherbergje. Is het nog niet, maar we hebben in ieder geval wel een leuk plekje voor Clarabelle de koe. En ik wil je zeggen, bedankt voor het kijken voor deze aflevering. En tot de volgende keer. Doei doei!